Toen ik gebeld werd, dacht ik, wat leuk, een nieuwe uitdaging, ik ga hem met twee handen aan. Maar ja, toen wist ik nog niet dat ik niet kon schaatsen. Ik wist het al wel, maar ik had het ze niet verteld. Ik heb het schaatsen geprobeerd en ik kan je zeggen, ik ben nu een specialist in vallen. Ik had gewoon 6 blauwe plekken op mijn buik. Ik werd wakker, ik deed mijn shirtje omhoog, ik dacht ik heb een sixpack, maar het waren gewoon blauwe plekken. Zoveel verschrikkelijke pijn had ik. Mijn grootste wens is om te genieten. Echt waar, ik wil laten zien dat ik vanaf iemand die helemaal nooit heeft geschaatst, dat ik gewoon in 5 weken heb kunnen leren schaatsen en eigenlijk een soort van show kan weggeven. En dat is mijn grootste wens. Als ik er nou in de eerste ronde uit of ik het win, dat is voor mij totaal niet belangrijk. En dat meen ik echt serieus. Het belangrijkste is dat ik gewoon bezig ben en dat ik gewoon nieuwe dingen kan leren. Ik had echt nooit van mijn leven gedacht dat ik ooit zou kunnen leren schaatsen. Ja, ik denk wel dat ik de top 13 haal. We doen met z'n 13 mee. Dus ik denk wel dat ik de top 13 haal.